Hallo YouTube, mijn naam is Geoffrey van Tube Totaal met de beste tips voor jouw kanaal. En hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kanaalstart. De serie waarin ik samen met Hoe gaat dat stap voor stap een nieuw kanaal opbouw en jullie laat zien hoe je dat doet. In de voorgaande aflevering hebben we het gehad over het verzinnen van een kanaalconcept, het maken van goede video's. En in de vorige video hebben we het gehad over de community en hoe je die kunt gebruiken om meer kijkers naar beneden te krijgen. En in deze video gaan we dat een stapje verder doen. Want in deze video gaan we het hebben over hoe je met andere YouTubers samenwerkt. De eerste vraag is natuurlijk, waarom zou je met anderen samenwerken? Nou, ten eerste levert dat ontzettend bijzondere video's op. Want jouw kijkers kunnen ook kennis maken met andere YouTubers. En het zorgt voor variatie op je kanaal. En daarnaast zorgt het samenwerken met de andere YouTuber ook voor dat je bij elkaars publiek bekend wordt. Deze serie is bijvoorbeeld de samenwerking tussen mij en Hoe gaat dat? En dat zorgt ervoor dat ik wat bekender word bij het publiek van Hoe gaat dat? En Hoe gaat dat wordt wat bekend bij mijn publiek. En zo hebben we daar allebei voordeel aan. Maar veel beginnende YouTubers vinden dit nog wel een lastig onderwerp. Ze willen wel samenwerken met anderen, maar ze weten niet zo goed hoe dat moet. En dan komen ze vaak niet veel verder dan vragen, hey, wil je misschien een keer samen met me opnemen? Daarom ga ik je in deze video een paar voorbeelden geven van hoe je met anderen kunt samenwerken. Ik ga je ook vertellen waar je op moet letten bij het kiezen van een partner om mee samen te werken. En ik leg je uit op welke manier je dat aan anderen moet vragen, met de grootste kans dat ze ook echt ja zeggen. Dus laten we snel beginnen. Er zijn talloze manieren te bedenken waarop je met andere YouTubers kunt samenwerken. De bekendste daarvan is natuurlijk het samen opnemen. En dat is bijvoorbeeld dat je samen een gameplay opneemt, waarbij je dus met z'n tweeën commentaar geeft. Maar het kan bijvoorbeeld ook een van mijn YouTube spreekuurafleveringen zijn die ik samen met de andere YouTuber doe. Meestal kun je dit soort dingen gewoon lekker via Skype doen, zodat je gewoon met elkaar kunt praten terwijl je dus die opname maakt. Wat ook een leuke manier van samenwerken is, is spelletjes. Ik heb bijvoorbeeld onlangs een video opgenomen met Marcus Vlogs, waarin we een spelletje deden waarbij je dus een woord moest verzinnen dat begon met de laatste letter van het vorige woord. Nou, echt hilarisch, moet je gewoon maar eens een keertje kijken op zijn kanaal. Maar dat kun je dus ook heel simpel via Skype doen en dat levert ook vaak heel bijzondere video's op. Als je bij elkaar in de buurt woont, kun je natuurlijk ook bij elkaar op bezoek gaan. Ik ben bijvoorbeeld voor de eerste aflevering van Kanaalstart echt naar het hoofdkantoor van Hoe gaat dat gereden om met hen de eerste video op te nemen. En dat is natuurlijk ontzettend leuk om te doen. Je kunt ook een interview met iemand doen. Dat kan live of via Skype of wat dan ook. Maar dat is ook een goede manier om samen te werken met YouTubers die al wat meer abonnees hebben dan jij. Want veel YouTubers vinden het toch wel een eer om uitgenodigd te worden voor een interview. Verder kun je natuurlijk ook filmpjes op afstand maken. Ik heb bijvoorbeeld op mijn Duitse kanaal een sketch gemaakt met een jongen, waarbij we speelden dat hij helemaal gek werd van mijn tips, omdat ik hem constant onderbrak en probeerde tips te geven om zijn video's nog beter te maken. Nou, daarbij heb ik dus gewoon mijn stukjes opgenomen, hij heeft zijn stukjes opgenomen en dat hebben we toen achter elkaar gezet, zodat er een leuke video uit voortkwam. Verder ken je natuurlijk allemaal wel de community projecten op mijn kanaal. Dat zijn dus ook vormen van samenwerking, waarbij je dus van heel veel verschillende YouTubers video's verzamelt. Je geeft ze van tevoren één opdracht, bijvoorbeeld vertel in 10 seconden iets over je kanaal. En dan verzamel je al die video's en die zet je dan achter elkaar, je maakt er wat moois van, mooie muziek eronder en dat wordt altijd een heel mooi project. En dit is vooral heel geschikt om met je abonnees samen te werken, bijvoorbeeld als een abonnees special. Events zoals de Dutch YouTube Gathering zijn ook heel goede plekken om met anderen samen te werken, want je komt daar ontzettend veel YouTubers tegen. Dus als je van tevoren echt een plan maakt over wat je daar kunt doen, kun je dus heel veel mensen aanspreken en vragen of dat ze iets in de camera willen zeggen. Als ik naar een event ga, dan doe ik daar altijd een live YouTube spreekuur. Dus dan zoek ik gewoon wat mensen uit en ik vraag ze om wat te vertellen over hun kanaal. En als ik dan thuis ben, dan bekijk ik je kanaal en dan plak je dat er nog even achter. En dan heb je dus weer een hele aflevering van het YouTube spreekuur. Maar je kunt bijvoorbeeld ook een spelletje doen op het event. Bijvoorbeeld dat je aan mensen vraagt wat hun lievelingseten is. Maar als je dus van tevoren bedenkt wat je daar wilt doen, dan hoef je dus alleen nog maar mensen aan te spreken en vragen of dat ze 1 minuutje hebben om even iets in je camera te zeggen. En op die manier kun je hartstikke leuke video's maken. Je kunt natuurlijk ook een hele serie maken samen met andere YouTuber. In mijn geval is dat bijvoorbeeld de serie Kanaalstart die ik dus samen met Hoe gaat dat maak. En dan kun je dus afspreken dat de ene video op hun kanaal komt, de andere video op jouw kanaal en zo gaat het door.
En dat is echt heel leuk om te doen, want op die manier kun je steeds weer naar elkaar verwijzen. En dan zorg je dus voor dat jouw kijkers steeds opnieuw van hun kanaal horen en hun kijkers van jouw kanaal. Dus dat is een heel goede manier van samenwerking. Nou, zo zijn er natuurlijk nog veel meer dingen te bedenken. En je fantasie is echt de grens, dus wees gewoon creatief en probeer echt goede ideeën te bedenken over wat je met anderen kunt doen. En als je dan een idee bedacht hebt dat je samen met iemand anders wilt doen, dan is natuurlijk de volgende vraag: met wie ga je het doen? Ten eerste moet je heel goed weten wat je wilt doen en dat moet je ook echt aan anderen uit kunnen leggen. Dus in plaats van dat je aan anderen gaat vragen van, hey, wil je met me samenwerken? Moet je dus echt kunnen zeggen van, hey, moet je horen, ik heb echt een tof idee. Ik ga namelijk op mijn kanaal dit en dit doen en daarvoor zoek ik dus iemand die dit en dit kan doen. En dan gaan we met z'n allen een super tof project van maken. Kijk, dat klinkt natuurlijk veel beter en dan zijn mensen ook veel eerder geneigd om ja te zeggen. Ten tweede is het wel handig als je iemand zoekt die qua persoonlijkheid een beetje bij je past. Ik ben zelf bijvoorbeeld geen hele uitbundige YouTuber. Ik ben vaak heel rustig en heel bedachtzaam. Dus ik vind het ook lastig om samen te werken met mensen die echt door het scherm springen en die echt alle aandacht opeisen. Dus ik zoek meestal YouTubers die wat rustiger zijn en die wat meer bij mij passen qua persoonlijkheid. Ten derde kun je natuurlijk ook op zoek gaan naar mensen die de expertise hebben die jij zoekt voor je video. Dat heb ik dus ook gedaan met deze serie. Ik was echt op zoek naar een kanaal dat op technisch gebied en op designgebied heel erg sterk was. Want dat zijn gewoon dingen waar ik zelf wat minder goed in ben. Dus zo kwam ik bij Hoe Gaat Het Uit en dat is echt een perfecte match. Ten vierde is het ook heel belangrijk dat het een samenwerking is waar zowel jij als je partner voordeel van hebben. Ik krijg bijvoorbeeld heel vaak vragen van YouTubers die vragen, hey, wil je een keertje Minecraft met me opnemen? Nou, ten eerste speel ik geen Minecraft. En ten tweede levert zo'n samenwerking mij ook niet zo heel veel op. Want vaak zijn het kanalen die nog helemaal aan het begin staan. En het zijn ook kanalen die totaal niets te maken hebben met wat ik doe. Dus dat betekent dat hun kijkers niet heel erg geïnteresseerd zijn in wat ik doe. En dat het ook gewoon niet zo heel veel zijn dat ik er echt iets aan heb. Dus dat soort samenwerkingen wijs ik meestal af, want ja, ik word er verder ook niet zelf wijs van. En ik heb gewoon geen tijd om met Jan allemaal op te nemen. Dus zorg in dat geval dat je op zoek gaat naar kanalen die ook Minecraft video's maken en die ook nog niet zo heel veel abonnees hebben. Want dan kun je er allebei een beetje van profiteren. En dat moet je hebben. Ten vijfde helpt het ook wel als je degene met wie je samen wilt werken al een beetje beter kent. Dat je al een beetje weet wat voor video's hij maakt, dat je al wat vaker contact hebt gehad en dat je ook een beetje op de hoogte bent van elkaar wat je doet. Want dan is de drempel om ja te zeggen voor die ander ook een stuk lager. En als je dan weet wie je wilt gaan benaderen voor de samenwerking, dan is de volgende vraag natuurlijk, hoe ga je die benaderen? Ten eerste is het ontzettend belangrijk dat je al iets kunt laten zien op je kanaal. Dus als je nog helemaal geen video's gemaakt hebt en je kanaal ziet er nog niet mooi uit, ga daar dan eerst even mee aan de slag. Want als mensen een vraag krijgen of dat zij met je samen willen werken, dan kijken ze natuurlijk eerst even op je kanaal wat je al gedaan hebt. En als ze daar nog helemaal niets zien, nou ja, dan hebben ze ook niet zo heel veel vertrouwen dat je goede video's kunt maken. En het is ook handig als je zelf al een beetje publiek hebt. En het hoeven echt geen honderden abonnees te zijn, maar zo'n beetje in de regio van 40, 50, 60 abonnees, zodat de ander ook kan zien dat je al wat kijkers hebt die eventueel ook naar zijn kanaal kunnen kijken. Kijk eerst eens bij je eigen community. Bijvoorbeeld bij je eigen abonnees of de mensen die je volgen op Twitter of op Facebook of op Instagram. Dat zijn vaak al mensen waarmee je contact hebt en die je al wat beter kent. En zoals ik net al zei, die zijn ook veel eerder geneigd om ja te zeggen tegen de samenwerking. Als je degene met wie je wilt samenwerken nog niet zo goed kent, dan is het handig om hem of haar eerst even een tijdje te volgen. Bijvoorbeeld abonneer het kanaal, like de video's, schrijf reacties, volg hem of haar op Twitter of op Facebook. Dus probeer een beetje dat contact vast op te bouwen. Want veel YouTubers vinden het enorm irritant als je zomaar out of the blue vraagt van hey, wil je met me samenwerken? Maar als ze zien dat je een trouwe kijker bent en dat je al vaker reacties schrijft, dan is de kans dat ze er positief tegenover staan veel groter. En als je dan andere YouTuber echt gaat vragen voor een samenwerking, doe dat dan zo specifiek mogelijk. Dus nogmaals, vraag niet, wil je met me samenwerken? Vertel in plaats daarvan wat je precies in je hoofd hebt, waarom je juist die persoon daarvoor vraagt en waarom het voor jou en de ander goed is om dat samen op te gaan pakken. En tot slot is het heel belangrijk dat de ander ook echt trots is op zijn rol in de samenwerking.
Dus maak er iets bijzonders van. Zorg dat de video echt een goede kwaliteit heeft. Dan is de kans dat anderen ook die video deelt onder zijn community een stuk groter. Samenwerken is dus een heel goede manier om bijzondere video's te maken, om andere YouTubers beter te leren kennen en om snel wat meer kijkers te krijgen. Zorg ervoor dat je precies weet wat je wilt en wie je daarvoor wilt vragen. Dan is de kans dat jouw project een succes wordt een stuk groter. De volgende aflevering van Kanaalstart vinden jullie aanstaande donderdag op het kanaal van Hoe Gaat Dat? En dan duikt Rino in de wondere wereld van de social media. Dus abonneer sowieso even op Hoe Gaat Dat als je dat nog niet hebt gedaan, zodat je die aflevering niet mist. En natuurlijk kunnen jullie alle afleveringen volgen op onze website www.kanaalstart.nl. Als deze video je geholpen heeft, geef dan even een duim omhoog. En abonneer ook mijn kanaal voor nog meer YouTube tips. Dit was Joffrey van YouTube Totaal. Veel succes met jouw kanaal!